Een bezinningsvolle Javaans nieuwjaar toegewenst aan onze Javaanse gemeenschap. Het Javaans nieuwjaar, Satu Suro, is de eerste dag van het jaar volgens de Javaanse kalender in de maand Suro, die overeenkomt met de eerste islamitische maand Muharram. Deze dag wordt voornamelijk gevierd op Java, Indonesië en door Javanen die elders wonen, dus ook in Suriname. Satu Suro is een belangrijke culturele en spirituele dag voor de Javanen. Het markeert het begin van een nieuw jaar in de Javaanse kalender en wordt gekenmerkt door verschillende rituelen en ceremonies. De vieringen van Satu Suro omvatten een verscheidenheid aan tradities en gebruiken. Volgens Nasir Eskak, voorzitter platform Viering Activiteiten Javaans Nieuwjaar, is deze herdenking een dag waarop alle Javanen, ongeacht de scheidingslijnen, elkaar kunnen ontmoeten. Minister Brontosumahadjo van Binnenlandse Zaken geeft aan dat deze dag gezien wordt als een erkenning voor de Surinaamse Javaan. Dit is een dag voor alle Javanen, waar wij vandaag het Javaanse Nieuwjaar 1958J samen met elkaar kunnen vieren. En natuurlijk is er ieder welkom die op deze dag wil komen genieten van de Javaanse cultuur, de Javaanse culinair en allerlei soort andere attracties die een deel van het Javaans zijn vandaag zal uitbeelden. Ze vechten al meer dan 20 jaar voor deze dag. Het is in 2002 begonnen met een brief schrijven naar verschillende regeringen. Toen is in 2012 het advies gegeven door de commissie een Nationale Vrijdag om zowel het Javaans nieuwjaar als het Chinees nieuwjaar te verheffen tot de Nationale Vrijdag. De vorige regering besloot om alleen het Chinees nieuwjaar te verheffen. En eindelijk is het Javaans nieuwjaar verheft tot de Nationale Vrijdag. Niet alleen om het vrij zijn, want wij Javanen houden van werken, we zijn geen luie mensen. Maar om onze erkenning. Erkenning dat wij ook deel uitmaken van deze natie. Erkenning dat wij ook opbouwen aan deze natie. Want elke grote groep in Suriname heeft haar eigen dag. De Marons hebben hun eigen dag. De Creoolse broeders hebben hun eigen dag. De Hindoestaanse broeders, de Chinese broeders. En wij delen dan een dag met de inheemse broeders. Maar eigenlijk is dat volgens de Verenigde Naties de dag der inheemse. Dus nu hebben wij eindelijk onze eigen dag. Ter erkenning van ons bestaan hier. Ter erkenning van het Javaans zijn. Satu Suro valt samen met Muharram, de eerste maand van de islamitische kalender. Hoewel de Javaanse kalender onafhankelijk van de islamitische kalender is ontwikkeld, hebben beide elkaar beïnvloed, vooral in de context van religieuze en culturele vieringen, legt Eskak uit. Sumahadjo geeft ook aan niet tevreden te zijn met de plek die de Javanen innemen in Suriname. En ik heb begrepen dus dat het gaat om een cyclus van 8 jaren elke keer. En dit jaar is in het teken van J, hetgeen betekent de processing of faith. Hetgeen ik daaronder versta, dus dat wij het goede dat de religie, het geloof ons aanbiedt, dat wij dat verwerken en kijken waar het allemaal toegepast kan worden om samen met elkaar het goede van het religie te kunnen delen. Dus dat is inderdaad gebonden aan een kalender, de Javaanse kalender. En dit valt dan ook samen met de nieuwjaarsdag van de moslims, ja, die dan ook vandaag wordt gevierd. En dat is dan een gelegenheid weer voor dus de Javanen. Eerlijk gezegd ben ik niet tevreden. Het had veel beter gekund. Het had veel beter gemoeten. Onze voorouders hebben haven en goed verlaten voor een betere toekomst hier voor hun kindskinderen. En dan moeten hun kindskinderen, het minimale wat we moeten kunnen doen is een eenheid tonen. Maar soms lijkt het wel alsof we onderling nog vechten. Soms lijkt het wel alsof sommige van mijn broeders en zusters niet trots zijn om Javaan te zijn. En dat gaat moeilijk. Je bent een Javaan zijn, mag je erg trots op zijn. We zijn strijders van nature. Dus op uw vraag concreet te antwoorden, nee, we zijn er nog niet, maar heel Suriname is er nog niet. Maar als we samenwerken, samen optrekken, gaan we onze doelen samen zeker bereiken. Javanen die buiten Java wonen, zoals in andere delen van Indonesië of in het buitenland, vieren Satu Suro vaak met gemeenschapsbijeenkomsten en rituelen die hun culturele en spirituele banden met hun erfgoed versterken.